Next event is the final of the women's 200 meter butterfly. In lane 3, representing VZC, Femke Spiering. Lane 4, representing the Austrian Swimming Federation, Claudia Hufnagel. Lane 5, representing Racing Club, Lotte Hosper. And lane 6, representing Belgium, Laura Wouters. This is the final of the women's 200 meter butterfly. Take your marks. ...200 meter vlinderslag bij de dames, twee Nederlandse dames hier te water, Lotte Hosper en Femke Spiering. 1.04.75 voor Hosper, 1.05.31 voor Spiering. Bij de leiding voor Claudia Hufnagel. Als je dan die afstanden voorbereidt en een beetje in de record stuit, dan staat op die 200 meter vlinderslag het leeftijdsrecord 18 jaar, nog op naam van Connie van Bentum. In het jaar dat ze sportvrouw van het jaar werd, won ze 2.12.87 op de Europese kampioenschappen van Rome. En die tijd staat nog steeds voor de 18-jarige als het leeftijdsrecord. Een van de oudere records in de Nederlandse boeken. Hier nu Hufnagel aan de leiding. Een van de zwemmers uit Oostenrijk. Bij de ruime voorsprong op de rest van het veld. Hufnagel gaat hier als eerste aantikken in 2.13.15. En zo volgen de andere dames. Tweede tijd voor Wouters, derde tijd voor Spiering. De officiële uitslag en die verschijnt hier in beeld. De winnaar op de 200 meter butterfly women, Claudia Hufnagel.